volgende blaadje. Oh, de oefenlopen. Oh ja. Oké, okay. Dan lees ik een stukje voor. Dat is een column. Ik heb een column gedaan. Na de vogelwits kreeg ik een column in het blad Vogels. Aan de voormalige grift zat ik weer eens naar iets te kijken dat ik niet thuis kon brengen. Oh ja, dan moet ik even bijvertellen voor de mensen die de vogelgids niet gelezen hebben. Ik ben een slechte vogelaar. Ik bedoel, het gaat bij mij met grote moeite. Als een hele troep al de vogel in beeld heeft, dan sta ik nog steeds te roepen, waar dan, waar dan? Ben je dat ook? Niet zo lang geleden had ik een lezing in Alkmaar en er was een vrouw na die lezing die kwam mij vertellen dat ze precies hetzelfde had als ik. Hé, hey, dat ze ook nooit zag. Maar bij haar was het nog erger, want zij kon ook niet diepte zien. Dus als ze had 6 broers en als ze s'avonds soep aten, dan deed ze de vork of de lepel of te hard of te zacht in het bord. En dan moesten al die 6 broers lachen. En met vogels zag ze het ook niet. Dat duurde de hele tijd. En toen zei ze, meneer Dorstein, ik denk dat u hetzelfde hebt als ik. En zij was er op een gegeven moment mee naar een echte oogarts gegaan. Die had allemaal klemmen op de kop gezet en hoe heet het, meetapparatuur. En die was een hele dag met het bezig geweest. En toen kwam die tot de conclusie dat bij haar het heel lang duurde voordat het beeld van het oog naar de hersens was gegaan. Dus ze hoefde niet speciaal dom te zijn. Het ging over de weg die dat aflegde. En nou, daar was ik blij mee dat hij dat vertelde, maar toen werd hij hartstikke woedend op haar, want hij zei dat hij dat te gek voor woorden vond, dat ze met zulke kleine problemen bij hem aankwam. Dat was vast geen vogelaar, die man. Nou ja, ik heb dus ongeveer hetzelfde. Aan de voormalige grift zat ik weer eens naar iets te kijken dat ik niet thuis kon brengen. Een steltlopertje met veel wit onder de vleugels. Kleine brevier, oeverloper. Op de landweg achter me klonk het geluid van een naderende fiets. Rammelend spanbord, geknars. Iemand stopte vlak achter me. Het was een vrouw van een jaar of 45 met een krappe hoofddoek om. Te krap. Te krap. Voorbode van de wanhoop. Ze zette haar fiets op de standaard en vroeg of ik verstand had voor vogels. Mijn antwoord deed de waarheid geen geweld aan, maar dit schokte haar vertrouwen niet. Het zit zo, zei ze. Ik heb hier vorige week een gele vogel gezien. Een heel erg gele vogel. Ik moest denken aan een klavier, maar dan in het geel. Ze was dus geen volbloed leek. Ongevogelden kennen geen klavier. Ze droeg een klein, goedkoop verrekijkertje om de hals. Een verschoten geel-groen t-shirt en een armoedige broek. Het hoofddoekje liet een deel van nek en achterhoofd vrij. En ik zag dat ze kaal was. Geschrokken wendde ik mij af en zocht het steltlopertje weer op. Een gele vogel die lijkt op een klavier, vatte ik samen. Dat zou ik zo gauw niet weten. Misschien bij een bepaalde lichtval. Ach, was het misschien een geelgors, mevrouw? Nee, die ken ik wel. Een geelgors was het niet. Hij was groter. Zou het een spotvogel geweest kunnen zijn? Of een fluiter? Of een wielerwouw? Ook niet. Ik heb mijn hele boekje doorgenomen, maar niks gevonden. Na een korte stilte voegde ze naartoe. Ik kom hier de laatste tijd wel vaker. Ik woon in Wageningen. Met de fiets haal ik het hier net. Ik ben gauw moe, bestraald. Om eens aan wat anders te denken, ga ik tegenwoordig op de natuur in. Maar wat voor vogelgids heeft u eigenlijk? Ach, het is maar een dun boekje. Geen echte vogelgids. Eigenlijk zou u een goede gids moeten kopen. Die van de ANWB is geweldig. Ik flapte het eruit. Meteen daarna kon ik mezelf al voor de kop slaan. Stomme opmerking. Die vrouw had niet eens geld genoeg om zich goed te kleden. Ze leek heus niet voor een lol op een gammel rijwiel met roestige trappers. Nou, dan ga ik me maar eens, zei ze. Bedankt voor het gesprek. Ze klepperde weg. Ik liet mijn kijker zakken. Weet u wat de ellende met mij is? Ik moet zelf geholpen worden. De andere patiënten hebben niks aan mij. Thuis vond ik geen enkel alternatief voor de gele klavier. Ook het steltlopertje bleef in nevelen gehuld.